manier van spelen hoe wij willen spelen. Als wij balbezit willen hebben, moeten we natuurlijk zorgvuldig zijn. Dan zijn het ook kleine dingen die in de druk zitten en ook in de bal. Zeg maar, als wij de bal hebben, hoe we bewegen, vrijlopen. Ik denk dat we af en toe niet te opportunistisch moeten zijn, maar ook kijken wat de tegenstander ons biedt. En dan denk ik ook wel dat we ruimte hebben, zeg maar, als we in de laatste linies komen, dat we iets zuiverder moeten zijn. Ik moet er wel eerlijk zeggen, als je aan dit soort verwachtingen wilt doen en je wilt onderscheiden van de rest, dan is het wel lastig als je op zo'n veld speelt. En natuurlijk is het wennen, we spelen voor het eerst samen, het is anders. En uiteindelijk merk je ook, op het moment dat het loopt, dan loopt het ook. Maar ik denk dat geen team, als je 3-4 nieuwe jongens aan één kant zet, dat het meteen loopt. We hebben ook pas 3-4 dagen getraind en nu de eerste wedstrijd gespeeld. Uiteindelijk hebben we het opgepakt en dan merk je ook dat we onszelf kunnen onderscheiden. Maar natuurlijk, we kunnen niet meteen 1, 2, 3 dat het gaat. Het zou mooi zijn, maar uiteindelijk hebben we het opgepakt.